Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sarra e o bumbum no chão. Chão, chão, chão. En daar, jullie mensen van Dutch Gaming, en welkom weer bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal. Vergeet vast zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En dat was te abonneren voor meer natuurlijk. Vandaag zijn we aangekomen bij een gloednieuwe Planet Coaster video. Waar we natuurlijk net een challenge hebben gevoltooid. Wat natuurlijk wel redelijk oké is, maar ja, we moeten wel realistisch blijven. Dat dit park nog gewoon steeds te klein is. Nou, dan zien we toch dat de ride tickets, die verdienen wel redelijk. Park management staat in het rood, maar uiteindelijk moet dat wel weer naar het groen komen. Althans, het loopt aardig op, dus denk ik niet dat het goed komt, eigenlijk. Nou, research is klaar, nieuwe items available voor 5. Ja, mooi. Het park zelf moet uit de rode cijfers komen. Hier zien we onder de rode cijfers. En ze zijn nog niet goed. Alleen ben ik blij dat de rides en tickets nog redelijk groen zijn. Maar ja, dat kan uiteindelijk nog in het rood komen te staan. Waar het soms wel aardig mee bezig is, maar het loopt aardig op. Dus daar zijn we oprecht blij mee. Eigenlijk wou ik de challenge gaan doen van hotels. Alleen kom ik er volgens mij achter dat wij überhaupt geen hotels hebben. Dus daar moeten we eigenlijk een eerste research neerzetten. Nou ja, boeien. We gaan die hotel challenge dan maar eerst even niet doen. Dit park is sowieso dood aan het gaan. Many guests are unhappy. Ja, wat moet ik aan doen? Kan alleen wacht, we gaan wel even wat aanvragen, anders komt het er echt niet van. Anders komt het er gewoon echt niet van en dat moeten we niet hebben. Is dit de goedkoper? Ja, dit is te duur. Kunnen we dit kopen? Ja, dit kunnen we neerzetten. Mooi. Dan zetten we dit er nu gewoon eerst neer. Zo, die kan open. Deze moeten we eerst testen. Dus ja, dit moet eerst getest worden. Deze kan open, dat is wel nice. Want hierdoor kunnen wij gewoon meer mensen in het park krijgen. En hierdoor kan het financieel misschien wel weer rondkomen. Ik durf niet te zeggen dat het helemaal goed gaat komen, maar we gaan het zien. Moet het hier wel een beetje opvrolijken, hè? Zo, met het geld wat we hadden, staat dit er nu.
Alleen de uitgang hebben we nog niet klaar. Maar er zijn nieuwe attracties toegevoegd. Dus, en er moet ook nog afbetaald worden, dus we gaan naar rood. Dat is denk ik nu wel zeker. Oh, kloten. Deze weg moet heel erg aangepast worden. Wacht. Moet hem even sluiten. Anders komt het niet goed. Moet even zoals ik wil, jongens. Even kijken hoor. Hoe kan je dat aanpassen? Nee. Hebben we dit ding nou echt voor niks staan? Wacht, dit ding gaan we weer even verplaatsen dan. Anders staat het er zo voor niks. Nou, we moeten in ieder geval geld hebben. Anders is er geen keuze. Eruit komen ze er wel. Ja, ik moest wat doen. Dit kan dus nu allemaal weer. Ik verwacht eigenlijk wel enorme drukte. Ah, er is een dief gepakt. Ja, jongen. Daar ga je. Monthly profit. Ja, het is niet goed. Het mag soms niet baten. Maar op zich ben ik ook wel weer blij met de gang van zaken. We hebben een nieuwe attractie kunnen openen. We hebben dus nu twee nieuwe attracties geopend. Hopelijk komen er dan meer mensen naar het park. Alleen Wild Blue is weer kapot. En dan hopen dat Boombo het kan. Dat hij ons park redt. Nou, dat moet wel. Kijken hoeveel mensen daarheen gaan. Many guests are very unhappy. Hoe kan dat nou weer? Elf jaar until classic. Oké. Nou, het gaat dus nu wel een beetje zoals we willen.
Ja, Wild Blue, dat wordt hem hoor. Als we alles afbetaald hebben, gaat dat hem wel worden, denk ik hoor. Dus ja, dit gaat op zich wel lekker. En hoeveel zijn we er, hoe lang zijn we bezig? 10 minuten. Nou, kan nog wel ietsje langer. Dan gaan we even kijken hoe Wild Blue het gaat. De park address not accessible from the exit to Bombo. Ja, sorry. We hebben daarmee even geen keuze. Even kijken hoor. Nee, we hebben daar nog momenteel gewoon geen keuze in. They're a little disgusting. There are no way I'm going out to block it. It's very far too dirty. Kijk, 90% wil in de Bombo. En ja, al elke rit. Kijk, de rides en tickets maken nu ook verlies. De profit sowieso, maar dat is alles bij elkaar, denk ik. Ah, kijk, Bombo maakt daarentegen echt veel winst hoor. Multiple shops are very busy. Ja, daar kunnen we nog niet heel veel aan veranderen. Nou, maar na 4 jaar hebben we er in ieder geval wel heel wat mooi staan. Ik ben er echt blij mee. Deze maakt ook nog wel wat mensen. Het is niet zo dat hij veel maakt, maar ja, Wild Blue is er ook niks tegen, hè? Zie hem dan door het park lopen. Wat ga jij doen, jongen? Wat ga jij doen? Oh, je gaat letterlijk dit doen. En dan loopt het er als volgt weer uit! Oh nee, niet. Dan moet ik nog even naar de wc toe. Oh, net of niet. Oh, hij blijft er wel in. Oké. Ja, we moeten best nog wel van die mensen hebben hoor. Nou ja, dit is in ieder geval goed. Bombo doet het in ieder geval goed. En ja, we gaan het allemaal wel zien. Mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet ervan zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En dan was te abonneren voor meer natuurlijk. En ja, dan zien wij jullie later. Later, mensen.